Ruud, wat vind je van de intrinsieke motivatie van je selectie? Nou, daar hebben we het over gehad. Een aantal mogen daarin wel wat een stapje harder. Klopt. Maar dat is toch in deze fase... Maar intrinsiek komt vanuit jezelf. Klopt, ja? Ja. Dus de motivatie hebben om er zelf wat van te willen maken. Ja, ook dat. En als het niet duidelijkheid, als de duidelijkheid er niet is in taak of wat dan ook... dan moeten we het daar ook over hebben. Want daar wil je ze ook bij helpen. Maar het begint natuurlijk wel vanuit jezelf. Ja, ik heb geteld afgelopen zondag. Er waren er meer die het niet hadden dan wel. Ja, klopt. Zeker in jezelf. Maar dat is toch een probleem in deze fase van de competitie? Dat was zeker een probleem in die wedstrijd, absoluut. En zeker de manier waarop we die goals weggaven, daar ben ik wel met je eens. Dat is al weken zo. En dan zeg je, ik kan de boel wel motiveren. Dan moet je toch iets gaan doen om dat nu wel te krijgen? Nou, ik ben niet helemaal met je eens dat dat weken zo is. De jongens doen wat dat betreft al hun uiterste best. Maar je kan ook niet alles verwachten. Je hebt ook te maken met jongens die, wat ik net zei, die net debuteren. Die bescherm je ook. Ja, dat is heel wat anders als je tegen een goede ploeg speelt... Dat het best wel eens zwaar kan zijn. Dat je wel wil, maar dat je niet altijd daar in een duelletje kan komen. Of dat we in de eerste fase een bal verliezen. Maar ja, dan moeten we wel over een andere boeg gooien. Dan moet je ook kijken naar jongens die, simpel gezegd, die de bereidheid hebben. En dat moet je eigenlijk elke week hebben. Maar dat het zwaar is, er kan ook angst in zitten bij een speler. Maar dat wordt alleen maar groter naarmate wordt je meer groter. Verliest. Ja, dus dan moet je dat ook goed blootleggen met elkaar. En toch wel blijven trainen en op hameren dat wel de principes zijn. Omdat het anders... elkaar niet helpt, dat helpt het ons niet. En dan help je jezelf ook niet mee. Dus daar hebben we het wel uitvoerig over. Maar natuurlijk moet je het op het veld laten zien. Dat ben ik wel, dat is wel duidelijk. Ja, ik had van de week het gevoel dat sommige spelers de definitieve knock-out die aanstaande zou kunnen zijn, als een verlichting zullen voelen. Dat is jouw mening. Hoe zie jij dat? Nee, dat heb ik niet gemerkt deze week. Absoluut niet. Maar er is toch niemand die spierballen laat zien, zijn tanden laat zien. Desnoods iemand een schop geeft of eens een keer een fysiek duel aangaat. Ja, te weinig. Die zijn er wel. Ik vond Kees de Boer een hele goede op de grens geval. Maar te weinig, ben ik met je eens. Moet je ook type spelers voor hebben. Dus heb je elkaar bij nodig. Nou, dan ben ik het wel mee eens. Dat te weinig is, dat moet je juist meer gaan doen. En dan moet je ook bij elkaar blijven, waardoor je dus ook die duels aan kan gaan. Ga je daarin veranderen, die andere spelers? Ja, ga je wel in veranderen. Ja. Flink? Er komen ook wat jongens terug, maar daar gaan we wel in veranderen, ja. En staat er dan een rechtsback centraal en staat er een linksbuiten spits? Of gaat iedereen weer in zijn eigen positie spelen? Nou, het ligt er ook aan wie er terug zijn, dat klopt, ja. Nou, dat weet jij. Ja, dat weet ik, maar het heeft nog geen zin om dat nu te zeggen. Dat zie je morgen. Maar denk je dat dat uitmaakt, dat je als je je opstelling niet kenbaar maakt, dat het nog verschil maakt? Nee. Ik denk niet zozeer. Ik denk niet dat Vitesse wakker ligt van onze opstelling. Maar ik wil ook niet. Je moet ook kijken hoe jongens uit hun training nu komen. Hè. Wat ik net zeg, zijn de jongens net terug. Dan neem je misschien een verantwoord risico mee, omdat de nood ook wel daar is. Maar dat heeft geen zin om dat nu al dan kenbaar te maken, om die reden. Ja. Is jouw moeilijkste taak deze week geweest het geloof bij iedereen houden? Ja, op het mentale aspect wel, omdat je een behoorlijke knauw krijgt. En wat je al zegt, het is natuurlijk wel een situatie waarin het toch wel heel vervelend is. Ja. Ja, maar op een bepaald moment komt de realiteit ook achter je aan. En als die je inhaalt... Jawel, maar ik heb wel gezien dat er nog een aantal spelers... Er valt altijd nog wel... Als je begon over intrinsieke motivatie... Dan moet je toch vanuit jezelf ook een bepaald eergevoel hebben. En of het nou spelers zijn die... die wij gehuurd hebben, dan zie je ook de goede. Die kunnen ook denken van ja, de realiteit is dat het heel moeilijk is. Of spelers van wie het contract afloopt, die zullen denken ja, misschien. Maar daar gaan wij niet op zitten. We willen kijken waar we zien van spelers die ook nog... Zeker in deze moeilijke fase de bereidheid hebben. En daar hebben we het over gehad, ja. Heb je daarin een selectie gemaakt? Ja. Spelers die eruit gaan, spelers die erbij komen? Ja. Ook uit de selectie zijn? Nee, niet teruggezet naar een elftal, maar wedstrijdselectie wel. Succes. Dankjewel.